Ik voel me in mijn wijk niet veilig om queer te zijn. There is much hostility towards LGBTQ plus people. De meeste van ons kennen Den Haag als een levendige multi-etnische stad. Een internationaal bolwerk van vrede, veiligheid en gerechtigheid. Binnen de queer gemeenschap zijn bepaalde bijzondere kwetsbare groepen. Queer jongeren staan op een veel hoger risiconiveau van verbaal pesten of van discriminerende anti-queer taal in Den Haag. Ik zag er altijd wel anders uit en ik werd daardoor ook fysiek gepest. Ik werd geschopt, geslagen, uitgescholden. Ik ben hier dus ook echt heel fucked up door geweest. Waardoor ik trauma's had en van school moest gaan en suïcidaal was en depressie had. LHBTQ+ vluchtelingen worden vaak geconfronteerd met stigmatisering, eenzaamheid en geestelijke nood. Even my household don't know anything about my sexuality. I was bullied from other refugees, as it say. It was really terrible situation for me. Specifiek deze groep is een hele kwetsbare groep. Soms worden ze zelfs met de dood bedreigd, alleen maar omdat ze zijn wie ze zijn. Toen ik wat jonger was, werd Pride georganiseerd in Den Haag. En het was voor mij toen echt enorm waardevol om te zien dat ik niet de enige was in deze stad. Ik vind het ook heel fijn om alle LHBTQ-vlaggen te zien in de stad. Ze vertellen me dat ik hier geaccepteerd word en stellen me gerust.